Ja, Dirk, van harte gefeliciteerd. Je staat in de finale van de Grand Prix. Je wordt de vierde Nederlander die daar staat. Je voegt je toe aan een rijtje van Roland Scholten, Van Barneveld en Michael van Gerwen. Ja, had je dit ooit kunnen dromen, Dirk? Nee, dromen zijn zoals dit is. Dus ja. Had je het verwacht? Ja, dit kan je bijna niet verwachten, denk ik, of niet? Nou, verwacht, nee. Maar ik had ook niet per se verwacht dat ik mijn spelletje zou spelen hier. Omdat ik dat eigenlijk nooit doe op televisie. En sinds gisteren had ik zoiets van, ja, je laat eindelijk zien wat je kan. En als ik laat zien wat kan, dan kan ik heel veel spelers pakken. Nou ja, je hebt geweldig niveau laten zien, sowieso. Ja, we zagen een Simon Whitlock die eigenlijk al vanaf het begin af aan... Ja, een beetje irritant, langzaam spel ging spelen. Had je daar nog moeite mee? Of kon je daar doorheen zien? Ja, vanaf het begin af aan dacht ik, je bent bang. En set 1 pak ik 3-0 en set 2 verlies ik wel door zijn gedrag. Mm-hmm. Maar daarna dacht ik gewoon, hij is bang. Terwijl hij met 100 gemiddeld er nummer 1 van de wereld verslagen heeft. Zegt al genoeg over jouw niveau inderdaad. Ja, we kijken naar die laatste leg. Je opent met 152. Meteen al die glimlach op je gezicht. Dan een 180 ernaast. Ja, hoe lekker voelt die laatste leg voor jou? Word ik nou 70 uit of niet? Ja, hè? Ja, 70. Ja, 12 uit. Nou, ik ging gewoon staan en ik denk, Dirk, in de vorige wedstrijden startte je wel een aantal keer met een maximale score in. 152, 149. En in deze wedstrijd hebben we nog niet gedaan. Dat gaan we nu doen. Dus ik begin met dubbel 16. Ja, we gaan het nu doen. Triple 20. Ja, we gaan het nu doen. Triple 20. En toen begon hij ook goed. Ik, nou, doen we 180 erachteraan. En ik had ze triple 20 en denk ik, ja joh. Dan kan ik alleen maar lachen, want ik wist dat het erin ging. Ja, nou ja, Dirk, jij hebt niet alleen daar op het podium genoten. Wij als Nederland hebben genoten van jouw spel. En ja, ik wens je alle succes toe morgenavond. En ja, we zullen... achter de buis gaan kijken hoe jij die finale gaat spelen. Succes, Dirk. Ja, dankjewel. Doe het maar goed, mensen. Love you. Yo.